Vandaag in Weerwolven versus Jagers. And let's go! We gaan beginnen. Want wij kunnen ook heel makkelijk op een dak verstoppen en zo, hè? Want ja, wij zijn natuurlijk... Hier kunnen we het dak op. Moeilijk te zien. Ik zit hier een beetje vast, jongens. Tim. Wat? Oh mijn god, help! Oh mijn god! Twee teams in een strijd tot het bittere einde in een steeds kleiner wordend gebied. De weerwolven. Sneller en in staat om grotere sprongen te maken dan de normale medemens. Gewapend met een sterk paar klauwen en nog wat geheime wapens. Ze nemen het op tegen een natuurlijke vijand. De jagers. Vastberaden om de weerwolven uit te schakelen met hun jagerszwaarden en bogen. Ook zij zijn bewapend met een aantal geheime wapens. Wie blijft er het langste in leven? Je ziet het in Weerwolven versus Jagers. De World Border staat eraan en let's go! We gaan beginnen. Ik weet, voor mij staat daar de World Border. Ze moeten een beetje landinwaarts. Elke wolf is in ieder geval verspreid van elkaar, dus dat is wat handiger. Dus we moeten kijken van waar we het beste kunnen gaan pakken. We kunnen een hoek inlopen. Als we willen. Dan kun je gewoon schermen zo aan de hoek. Dan kunnen we op zoek naar een wolf. En gewoon proberen gewoon elke wolf die we gewoon zien, proberen af te slachten. Kijken of het dan echt is of een neppe. Dus ja, hebben jullie nog een idee verder wat we kunnen gaan doen? Om een... Ja, een smeerdetje wolf te vinden. Ze sparen allemaal in een hoek, dat weet ik wel, maar... We hebben een testronde gedaan, waar is... Oh, hey, ik zie wolven. Ja, maar dit is weer een hele andere map. Ja, maar dit zijn ze sowieso niet, want ze zijn particles, dus... Oh, kut. Godver... Ja, dat is niet handig, nou... Komen ze allemaal achter, man! Ja, maar het zijn particles. Kijk, de tegenstanders hebben particles, hè. Dus oh ja, true. Ja, ze hebben iets van een groene ding achter zich aan. Ja. Oh ja, dat is waar. Dat zie ik zo. Oeh, hey, portion effect. Dat zie ik ook wel. We gaan beginnen. Ik zit op een heuveltje. Ik zie spruceboompjes en ik zie een beetje bergen en een riviertje. Ja, voor mij hetzelfde, alleen met heel veel rozen. Bij mij heel veel zonnebloemen. Ik zie ook een heuveltje aan de linkerkant. Oké, dus eigenlijk moeten we nu allemaal... een kant gokken waar we de border als het ware gaan volgen om naar elkaar te komen. Niet te dicht bij de border natuurlijk, maar we moeten niet te veel naar het midden gaan. Want dan lopen we gewoon een hele grote kans dat we de jagers meteen tegenkomen. En zij zijn met z'n drieën, dus we moeten echt eerst elkaar vinden. Dus we hebben allemaal niet echt een duidelijk onderscheidend landschap. Dat is wel vervelend. Ik zie hier sneeuw in de verte. Ja, moet ik anders ook sneeuw zoeken? Ja, ik denk... Ik ben me ook wel in een berg... Oh, ik zie de border al om afkomen. Ja, je moet van de border wegblijven. Maar je moet een beetje langs lopen en dan weet je welke kant je op gaat. Omdat we... Voor de rest hebben we geen richting. Ga met de klok mee, denk ik. Ik ga tegen de klok in. Dus dat zou kunnen dat ik dan op je afkom. Maar dat weten we niet zeker, want wij zitten natuurlijk in 3 van de 4 hoeken. Ja, misschien zit je precies aan rechts van mij, maar dan loop je weg. We moeten zo snel mogelijk een wolf zien te vinden, nu zijn ze nog verspreid. Dus het is het best dat we gewoon in beweging blijven, dat we gewoon... Ja, dat is waar. We moeten sowieso niet blijven staan, want dat gaat gewoon verkeerd. Geheid gaat dat sowieso verkeerd. Dan moeten we, als we die toch uitzoeken zijn, dat we een beetje naar de hoeken gaan van de map. Maar een hoek gaan, ja. Niet per se één hoek, maar gewoon een beetje in de buurt van een hoek blijven. Nou, als ze nu aan het lopen zijn, dan... We moeten ook in hun huid kruipen, hè? Laat ik even hier in de kant. Wij zien hun heel slecht, hè? Ze zijn, ze zijn een blok kleiner qua hitbox, dus dat wordt ook vrij lastig. Pas ook goed op dat je goed rondkijkt. Wat ook het voordeel is, wij kunnen hun name tag spotten, zij kunnen geen name tag spotten. Ik moet nu een flinke berg beklimmen. Ja. Ik zie hier ook een flinke berg. Ik heb trouwens een berg van granite, dat is misschien wel een goed detail. Granite is wit, toch? Nee, granite is het oranje-rode. Ja, ik heb allebei wit. Ja, maar voornamelijk granite, zeg maar. Er zit best wel veel granite in voor een berg. Ik beklim nu ook een soort van heuvel met terracotta en heel veel zonnebloemen erop. Wat voor berg had jij, Tijmen? Want dadelijk zijn we voorbij elkaar gelopen. Ik zie namelijk daar ook een berg die inderdaad witter is. Blijf even stilstaan, Tijmen. Zie jij water? Zie jij een riviertje? Ja.
Klein de klein riviertje die daar bergafwaarts gaat, daar zit ik nu in. Oh ja, ik zie je. Ja, oké, top. Wij hebben elkaar gevonden. Nu moeten we Leslie zien te vinden. Kwam jij van die kant? Ja, ik kwam van die kant. Dan moeten we een beetje schuin gaan oversteken, want dan hebben we meer kans om Leslie te vinden. Ik zit bij heel veel zonnebloemen. Dat kan ik alvast vertellen. Ja, mij lijkt het gewoon handig om gewoon een beetje midden... Hier zetten ze sowieso niet op, want hier zitten borden zo. Ja, dat sowieso, maar wij hebben... Ik denk dat ze tegenover ons zitten daar. Op die heuvel. Ja. Ik denk dat ze daar die kant neer zitten. Ben je niet mee? Ik sta hier nu ook bij de kust. Ja, wij zijn nu ook bij het kleine meertje. Oh, wacht eens even. Hier zit nog een meertje, zie ik hier. Oh. Misschien dat jullie daar staan, want voor mij zijn jullie niet bij mij, want de borden zitten al heel dichtbij. Oh, ja. Nee, bij ons niet. Ja, hey, jongens. Ja, hey, Leslie. Oké, okay, nice. We zijn bij elkaar. Oké, okay, laten we dan nu zo snel mogelijk die grote berg daar beklimmen naar het dorpje. Yes. Dat wij als eerste bij het dorpje zijn. Oké. Okay. Ja, okay. Oh ja, nou, Lisa komt wel. Ja, ik ben even... Ja, hier ook wel eens. Is... Okay, ja, ik denk dat hun high ground aan het pakken zijn op dit moment. Oh, jezus. Oh, kut. Oké, hij kan... Oké, pas op voor landscape creepers kunnen exploderen. Had het ook nog regenen dat... Nou, flame hebben we toch niet op onze wapens, dus dat maakt... Ja, nee, maar voor nee, ons alleen dan zie je minder goed, ja. Oh, het is alweer gestopt. Ja, we kunnen heel voorzichtig naar het dorpje op gaan. Te splitsen. Want wij kunnen ook heel makkelijk op een dak verstoppen en zo, hè? Want ja, wij zijn hier natuurlijk. Hier kunnen we het dak op. Moeilijk te zien. Hier. Oh ja, deze kant kan je dak op. Was jullie er ook bij? Ik denk dat ze er bovenop zitten bij het dorpje. Oh, dit is wel dat ze bij ons. Dat ze nu bij ons spannend zijn? Ja, dat denk ik. Dat zou wel kunnen trouwens, maar ik weet niet of ze dat. Ja, bos zouden ze ook niet kunnen. Ik denk dat we misschien het beste deze boordgang door kunnen lopen. Want ze zitten dus volgens mij heel erg aan. Ja, sowieso hebben zij elkaar nu alweer gevonden. Dat kan je sowieso ja, weer gaan. Ja, we zijn met z'n drieën samen. Dat weet ik. Oh, pas op dat we. Oké. Okay. Ja. Laten we naar onze span gaan, want anders hoek worden hoek, we hier geperst. Ja. Want we die berg moeten ook nog beklimmen. En... Dat gaat echt. Ja, we kunnen beter nu zo snel mogelijk hier omhoog komen. Oh, die monsters, jongen. Ja, dat is één ding wat ik sowieso. Ja, hier weer. Boom. Ah. Ja, daar kan je niks aan doen. Nee, ik ben boven. Blijf om je heen kijken, jongens. Ja. Ik reset de map straks veel even. Ja, ik weet echt niet waar ze met kunnen gaan zitten, hoor. Jezus. Ze zijn zo klein, hè. Ze kunnen ook gewoon in zo'n huis verstopt zijn, op hè. De daken, op de daken. Op de dak kunnen ze ook zitten, ook zeker. Zullen we anders de huisjes even bekijken, want het kan best wel goed zijn dat ze gewoon hier... Het zijn echt kleine beesten, hè? Ja, daarom, dus die kunnen hier best wel verstopt zitten. Oh, daar ontploft iets. Ja, ze komen sowieso hier, want... Ja, ik zie ze, deze kant, waar we vandaan zijn gekomen. Pas op dat ze je niet zien. Ze komen nu het dorp in. Ik zit nu ook op het dak. Ze lopen nu naast mijn huis. Ja, oké. Okay. We kunnen zo meteen ze pushen, want ze zitten nu... Ze staan letterlijk in het huis nu. Er is één iemand apart van hun. Zullen we die pakken? Oh nee, ze gaan nu weer naar elkaar. Nee, dat kan niet, want ik zit helemaal aan de andere kant van het dorp. Dan moet ik echt pal langs hun. Dat zie mij niet, maar ik sta hier op het dak achter ze. Ja, ik ook. Oh, kut. Lisa komt op mij af. Pakken Lisa, oké? Okay? Go, go, ja, okay. Go. Go. Oh, wauw. Ik zit hier een beetje vast, jongens. Wat? Oh mijn god, help! Oh mijn god. Help! Oké, ja. Rennen! Ik doe mijn best! Gebruik je healing pot! Nee, ja. Oké, okay, oppassen. Ze zitten bij zo'n toren, zitten ze. Van de berg af. Yes. Pas wel op. Oh ja, oké. Okay. Nice. Snel weer omhoog voordat die anderen er zijn. Anders kunnen ze kut, ons heel makkelijk... Kut, ze zijn er al. Probeer er een beetje omheen. Ik ben er al omheen. Ze zitten achter mij aan. Oké, okay, pak je Tim. Nee. Wel. Nee. Kut! Oké, okay, ik heb ze een klap gegeven. Ik gooi een potion. Weg. Ik weet niet of die geraakt is. Shoot is erin. Oké, nice. Oké, pak Tim weer. Blijf bij elkaar. Toe, wacht. Blijf bij elkaar. Hoe zijn we het meer? Pas op, into damage. Blijf bij elkaar. Tim, ze zitten alle drie op jou. Ik zie het. Oh, kut. Healing snel. Ja, go. Heerlijk. Die fucking graswolk. Oh, die gras is zo kut.
gras is zo kut. Ja, het... Ik ga proberen weg te kiten. Ik kan ook Tim focussen, hè? Oh, kut, ik heb die potion wel gevangen. Pak. Die lingering potion moet ik toch gooien? Dat is damage, maar die moet je wel zeggen, want anders dan damage je ons ook dus. Short is bijna. Ja, en anders ga ik op Tim gooien, want hij rijdt nu weg. Ja, Short is dood. Pas op. Oké. Yes. We hebben Tim. Waar is Shoot? Of was hij al dood? Nice! Oh, we did it, boys. We did it. We zijn echt goed. Hey. Oké, top. Vandaag gaan de weerwolven er vandoor met overwinning. Zal het de jagers de volgende keer lukken om terug te slaan? Wil je meer zien? Check dan even de afspeellijst en abonneer natuurlijk om altijd als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe video's.